Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Ja, we zijn begonnen. Barry Paul afgetrapt richting Roald de Vries. DVS meteen in de aanval. Maar Lisse kan dat pareren. Frank van den Burg. Barry Paul voor de eerste keer. Geen medespeler bereikt. Blinde trap naar voren van Lisse. Geen Lissenaar te vinden daar. Oliver Pilon. Mark Bouwman. Benjamin Roemion. Niet bij Oliver Pilon. Frank van den Burg die goed verdedigt. Buimer. Afkier, handig hoor. Afkier, nog een keer. Krijgt hij die bal terug. 16 meter binnen. Komt schot. Een beetje een raar schot van... Waar is nummer 17? Osama Siali. De snee is er toch wel makkelijk doorheen. Ja, volgens mij is het zo dat de spits van de putten en Buimen elkaar een beetje afwisselen. De ene die zakt wat in, de andere die gaat er overheen. Nu was het ook nummer 7, Ayoub Ayskier, die zich ermee bemoeide. Kijken wat DVS tegenover kan stellen. Barry Paul in de barrel. Oh, dit is mooi. Dit is een mooie goal! Oliver Pilon. Maar wat is Barry Paul belangrijk? Die wel vasthouden, wat Ben in de voorbeschouwing al zei. Balletje vasthouden, laten vallen. Oliver Pilon die de 1-0 maakt na 9 minuten, in de 9e minuut van deze wedstrijd. DVS op een 1-0 voorsprong tegen Lisse. Eigenlijk de eerste kans die DVS krijgt, zit er meteen alweer in. Ja, ik denk dat het extra goed is om te benadrukken wat een belangrijke rol Barry Paul in deze goal heeft. Hij heel sterk in zijn duel. En daarmee legt hij hem eigenlijk pan klaar voor Oliver Pilon, die hem ook knap binnen schiet. Ja, zeker. En strak in het hoekie. Maar tussen twee man zat hij in, hè. Dat doet Paul goed. Dat is goed. Corner, DVS, de eerste van deze wedstrijd. Dus Pilon met een indraaiende bal. Kijken of er wat kan gebeuren. Oh, ja, het is. Ja hoor. Overtreding. Keeper aangevallen in zijn 5 meter. Wel gevaarlijk. DVS houdt balbezit. Via Frank van den Burg bal bij Roald de Vries. Roald de Vries zoekt. Barry Paul vraagt die bal. Is die zuiver? Hij kopt. Hij kan koppen. En daar is Basiel voor de tweede keer zowat. Duikt hij voor keeper Erik Cummins op. Weer heel sterk aanvallend gekopt door Barry Paul. Hij vroeg die bal aan Roald de Vries. Die bal moet zuiver. En die, deze komt kunnen toch, we pakken. Kijk eens. Goeie bal. Oh, lekker balletje. Komt Barry Paul. Scheidsrechter Roeleveld wuift deze hensbal weg. Veel mensen voor de bal nu. Nou, inmiddels gaat het alweer, maar DVS moet opletten ook in de omschakeling. Vanaf het platform waar wij deze wedstrijd voor u mogen verslaan. Waar u ook bent. Lars Dekker met de hoekschop. Octayon Sterk! Wat een goal! Ja, die zat erin. Hij staat goed opgesteld en ziet hoe Octay Oosterk hier een 2-0 na 15 minuten binnen ramt. Heerlijke goal. DVS op een 2-0 voorsprong tegen Lisse. Ik zei net dat het smullen was. Roald de Vries. Kom vloedgraven. Benjamin Roemion. Draait daar makkelijk weg. Koen Vloedgraaf, wat een fantastische bal dit. Oliver Pilon met een soort van een hakje. Zit er lekker in. Goed van Koen Vloedgraaf. Ik denk dat Oliver Pilon een beetje geluk had dat zijn benen op de juiste plek stonden. Maar dat is ook lastig. Dus iets van een hakje, ja. Maar deze actie vooraf is van Koen Vloedgraaf. Die een mooie assist aflevert. Oliver Pilon, vergeet ook niet de actie van Benjamin Roemion vooraf. Werd goed onder druk gezet wel door de back, maar weet onder druk uit te voetballen. Ja, die directe man Bert Komen, die kwam wel, die hapte eigenlijk bij hem. Zo kon hij er langs en bal geven aan Koen Vloedgraven.
En via het hakje Oliver Pilon. Koen Vloedgraven met wat ruimte. Kan gaan dribbelen. Maar hij speelt hem af aan Benjamin Roumillon, die daar net wat beter in is. Het is nu 1-2'tje. Benjamin Roumillon haalt hem uit. Of terug eigenlijk naar... Wil dan naar Olivier Pilon spelen, maar werd aan zijn shirt getrokken. Dus het is een mooi plekje nu, denk ik, voor Oktay Öztürk. 33e minuut. Via de muur. Oktay Öztürk met zijn tweede voor vandaag. Dus komt BVS hier op een 4-0 voorsprong in de 33e minuut van de eerste helft. Laten we hopen dat we niet te veel kruid verschieten deze week. Maar aan het doelsaldo wordt wel gewerkt, dat is iets wat zeker is. En heel benieuwd hoe dit verder gaat deze wedstrijd. DVS tot nu toe een maatje te groot voor Lisse. Geen overtreding en overname door DVS. Kom Vloedgraven. Lars Dekker. Pilon weggestuurd. Pilon! Wat fantastisch! Kijk je maar, ik zeg niks. Dan mag ik voor de vijfde keer vandaag de stand gaan bijwerken. Dat duurt altijd even, maar hij komt er 5 te staan. Het is een prachtig doelpunt. Olivier Pilon. Komt Lisse uit? Nee. Lars Dekker. Via Maurice eruit. Het is nu Benjamin Roumillon. Voorzet. Maurice! Ja, die zit erin! Maurice! Hij heeft vandaag niet veel tijd nodig. Namelijk, ik weet niet hoe lang hij al staat, een minuutje of 8 in het veld. 6-0. Maurice de Ruiter. Het begon eigenlijk met de balverlies van Lisse, waardoor het snel werd overgenomen door DVS. Volgens mij was het Bedkoven die zich enigszins liet verrassen. En daar werd gebruik van gemaakt. Met een goede voorzet door Benjamin Roumil, met zijn verkeerde been ook nog. Chocoladebeen. Altijd diagonaal koppen. Mag die in het bereik van de keeper zijn, maar 9 van de 10 keer is het doelpunt. En 6-0. Maurice de Ruiter. Oktay Öztürk, 7-0. Hattrick. Zijn derde. Dus we hebben 2 mensen met een hattrick. Want ik in de eerste helft zei ik Pilon heeft er 2, maar die schijnt er ook 3 te hebben, Maarten. Wil jij eens even op het lijstje gaan kijken? 7-0. Ik sprak net in de rest met Joop Thomas, een goed ingevoerde DVS. En die gaf aan dat de hoogste uitslag ooit een keer in een competitiewedstrijd thuis 8-0 tegen Dato was. Nou, dan moet er vandaag geschiedenis geschreven gaan worden. Dat het sowieso geëvenaard gaat worden of dat er eroverheen gaan. Inderdaad. Nou, dit is wel een uitslag die denk ik indruk maakt op andere velden ook. Dat lijkt mij ook. Overtreding werd gemaakt door Boyd Stevens, zoon van Huub Stevens. Laat mij even lekker af. Ik heb het niet gezien. We missen een doelpunt. Maar het was volgens mij Maurice de Ruiter die dit doelpunt maakte. Komt die vrije trap. Koen Vloedgraven en die legt hem bij Maurice de Ruiter. En Maurice de Ruiter tilt hem over de keeper heen. 8-0 voor DVS tegen FC Lisse. Nu Raus met de bal op afkier. Lisse iets meer in aanval. Die schijnt buiten spel. Van de Putten, Van de Putten. Met met een 8-1. Eertreffer.
Het geschiedenisboekje kan weer weg voor Joop Thomassen. Penalty. 43ste minuut. TVS krijgt de penalty. Oktay Öztürk. Overtuigend binnengeschoten. Geen genade. 9-1. Ja, want die 10 kan er niet op, Maarten. Kom Vloedgraven. Julian de Ruiter. Keeper Lens ligt ervoor. En daar het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Roeleveld. Een fantastische uitslag voor DVS 33 hier vanmiddag. Ze verslaan FC Lisse met maar liefst 9-1. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.